is nieuwsuitzending. Oh, ik moet even de microfoon een beetje bijstellen. Maar dat duurt niet lang. Ik zo. Valt er wel mee. Zo is het geluid beter. Deze nieuwsuitzending. Die gaat over in het thema van Alan Walt en Jurk Klisman. Ja. Het thema kan je noemen de waarheid. Wat is de waarheid? Nou, de waarheid is dat wat naar boven komt. De leugen is dat wat zich probeert te verbergen. Dat is het verschil tussen leugen en waarheid. Dus ik heb niet veel gelogen. Ik heb wel een leugentje om de huppeltjepup gedaan. Omdat ik geen zin had om het hele verhaal te gaan lopen uitleggen. Ja, dat is niet zo erg. En die andere echte leugens, dus eens in de 10 jaar of zo. Dat ik het gezeik van iedereen moe was. En dacht, nu is het mijn vrije vrijdagmiddag. Fuck you all. Ik hou het rustig. Ik wil ook jullie opwekken om ook zo te gaan denken. Want wat kan het je schelen? Om de waarheid te lopen spreken tegen iedere gemeenteambtenaar? Waarom? Wat heeft het voor een zin? De overheid liegt tegen ons. Dat is sinds de aanslagen van 11 september 2001 onomstotelijk bewezen, onder andere door een Nederlander. Danny, weet ik niet nou. En die was van een demolition company. Zijn firma werd gebeld van, ja, er is een gebouw daar en daar en dat moet helemaal naar beneden gebracht worden. En dan bracht hij een offerte uit. Ja, okay. Even rekenen, hoeveel verdiepingen, hoeveel pilaren, waar zitten de steunpilaren, daar moeten extra... Danny Huppeltje Pup. En hem werd een video getoond van het ineenstorten van gebouw nummer 7. Dus World Trade Center, WTC, nummer 7. En Danny, weet ik nou, Danny of Benny? En die zei van, oh jee, dat is een goede, nou, dat is goed gedaan. Dat is prima. Dat is een mooie ineenstorting. Het gebouw nummer 7 is zo goed als rechtstandig in elkaar gezakt. Een beetje omlaag geheld, maar dat kan je niet voorkomen. Ineengestort in de voetafdruk, zo heet dat op zijn Engels. The footprint. It went into the footprint. Dat is goed gelukt. Hoe heet die man nou? Ja, help even. Als je goed naar mij luistert, begrijp je wat ik bedoel. Danny. Dan ga ik weer. Nee, foute schaats. Ik kan er niet op komen. Maar ik weet zijn naam wel. Hij is overleden bij een heel merkwaardig ongeluk. Accident. Zijn auto, hij reed op een provinciaalse weg.
En zijn auto is tegen een boom aangebotst. En toen is hij doodgegaan. Of zo, zoiets was het. En boze tongen zeggen dan dat er de NSA erachter zat, of de CIA. En ik denk dat dat heel goed waar kan zijn. Die man die kon niet in leven blijven. Die zei van, ja, maar dat is een mooie job, man. En dan zeiden die interviewers tegen hem, ja, dit is gebeurd op dezelfde dag dat die twee hele hoge torens van 440 meter in de hoogte in elkaar storten. En die man die zei tegen die jokers, dat meen je niet. Wat? Het is een mooie klus, dat hebben ze goed gedaan. Zonder meer. Maar dat kost maanden voorbereiding. Met een team van 40 tot 60 mensen. Hij was maar een clown, die Danny. Maar nou is hij dood. Dat is een referentie aan zo'n mooie oud-Hollands nummer. Hij was maar een clown. Doet doe, doet doe. In het wit en in het rood. Doet doe, doet doe. Hij was maar een clown. Doet doe, doet doe. Maar nu is hij dood. Hij zei nou, Danny. Ja, look it up. Dat is de wereld waarin we leven. Leugenaars, vooral op het hoge niveau. De mensen die denken te kunnen leven van mensen. Mensen moet je voor de gek houden. Net als een stier in de arena. Heb jij een rode lap en hou je die rode lap, hou je zo wapperde, wapperde, wap. En die stier die holt op die rode lap af. En jij als toreador. En jij als toreador, dat is Mark Rutte, Jan-Peter Balkenende, George Soros, Bill Clinton, Hillary Clinton en iedereen die ik vergeten ben. En namelijk is dat met name Jorge Mario Bergoglio. Dat ik het even weet. Ja, maar Perry, wat je nou zegt, dat stond in de Bijbel al, dus nu verval jij in herhaling. Ja, nee, helemaal niet, homo. Want jullie hebben de Bijbel helemaal niet gelezen. Je kan het niet vaak genoeg over de Bijbel hebben. Het is onze enige houvast. Ik zal jullie een leuk verhaal vertellen. Ik zat op een Italiaanse bank op de Spijkerstraat met een poes op mijn schoot. En dat was een rex, een Devonshire rex, een raskat. Als ik een pup of een kitten heet dat, denk ik, als ik een kitten had moeten kopen, was dat 700 gulden geweest. Een raskat. 100% Devonshire Rex. Ik heb ook dus een kattenboekje gekocht om het te controleren met hoe een Devonshire Rex eruit ziet. Ah, dat klopt. Dat was een Devonshire Rex. Die heb ik op straat gevonden. Die was in de steek gelaten. Alle mensen die denken dat ze een kat in huis moeten nemen, ja, dat is leuk, maar bezorg die kat een fatsoenlijk heengaan. En neem geen kat die. Zij is het trouwens, maar ik noem de hele tijd hij bij hem. En dan doe ik het weer. Nee, dat was een wijfie. Zo doe ik net wel. Dat is een goede kat. Voor die beesten moet je zorgen. Anyway, ik zat met die kat op mijn schoot naar de tv te kijken. En er was een uitzending
van History Channel of zo. En het ging over de Chinese muur. En die Chinese muur, die was tegen de heidenen, die moordenaars. En als ze eraan kwamen, hadden ze dus een hele grote muur waar ze niet overheen konden. Dat was het idee. Maar het is wel belangrijk dat je weet wanneer ze komen. En daarvoor hadden ze rondom de Chinese muur in het heidenenland, het land der moordenaars, torens opgericht. En dan elke dag of drie keer per week ging er iemand naar zo'n toren toe en die gaf het water af en wat eten. En iemand, dat was een torenwachter. Die zat alleen maar te wachten op de komst van de vijand. En als de vijand kwam, dan was zijn taak om het vuur aan te steken. En dan werd het één grote rooktoren, en dat 9-11, dat weet je vast wel, dat is een soort sigaar die aan het roken is. En mensen zagen dan, wow, de toren staat in brand. Dus hurry up, laat alles vallen. Pak een schep, pak een zwaard, maakt niet uit. Maar ze komen eraan. En ik dacht op dat moment, van ja, maar dat is een mooi beroep. Een beetje wachten op je dood. Want dat is het. Die vijand die eraan komt denderen en jij steekt nog het hooi in de fik. Ja, dat is alvast wel een of andere lullo en die rent naar boven en die hakt je kop eraf. Je bent weerloos. En toen ik mij dat realiseerde, begon Poekie te kermen. Je hoeft mij niet te beloven of te laten geloven dat God bestaat. Nee, ben jij gek. Maar toen ik mij dat realiseerde, wat het lot was van de torenwachter tegen de heidenen. En Poekie gaat kermen. En dat beest dat kermde nooit. Ik kan wel janken. Maar dat doe ik niet. Waarom? Het is ons geloof. Ons onverbiddelijke voorwaarden tot handelen naar onze eigen zin. Christus heeft gezegd, doe niet wat je haat. Als jij een of andere kutbaan hebt, ja, quitte die handel. Of je gaat die baan opnieuw respecteren en zien wat je eigenlijke rol is. Dat is een groot probleem bij veel mensen met een baan. Die zien een onmogelijke toekomst, tenzij ze inzien wat ze er eigenlijk doen. Re-evalueer je leven. En doe niet wat je haat. Dat is toch logisch, of niet? Alles waar je haatgevoelens bij krijgt, niet doen. Niet. Je wordt er alleen maar opgewonden van. Nou, ik heb allemaal dingen gedaan en die wilde ik helemaal niet doen. Ja, had ze dan niet gedaan. Als je niet in de file wil staan, dan moet je tegen die gemeenteambtenaar zeggen van ja, ik heb fileangst. Filefobie. Ik kan er niet tegen dat ik een apparaat heb met 100 pk en ik mag het niet gebruiken.
dan ga ik helemaal, dan ga ik schuimbekken. En ja, of je geeft me pillen voor mijn fileangst, maar ik wil niet meer in de file staan. Ik raak er helemaal op. Ja, ik krijg trouwens ook nog eczeem. Ik heb bij mijn rechterbeen al eczeem, terwijl ik het op mijn linkerbeen al had. Ja, ik heb fileangst. Maar dan blijft het lekker thuis. Dan ga je maar niet naar Zoetermeer, want wat heb je daar te doen? Er is onderzoek gedaan naar de nut van werken. Ik zeg het mooi kort. De nut van werken. Ja. Ze hebben gekeken naar dus in welke mate heeft het werken nut. Dus de nut van werken. Ja, 10% van de banen zijn nuttig. De rest is idioterie. Rondpompen van geld. Ja, ik ga bij de A12 ga ik altijd bij Hollygrom, die leuke tanksgebeurtenis. En dan neem ik altijd nog een broodje tonijn. Dat slaat helemaal nergens op. Jo, maar ik doe aan jeugdzorg. Ja, waarom? Hoezo jeugdzorg? Laat die kinderen verrekken. Ja, maar dat kan niet altijd. Ja, wow. En waarom is er jeugdzorg eigenlijk? En wat heb je eraan? Ik heb een geval gehad, hier in huis. Dus een moeder. Een schat van een mens, hoor. Ik neem haar helemaal niks kwalijk. Ze heeft mij voor mijn bek geslagen. En dat vergeef ik allemaal, want ik ben christen. Ze was in mijn huis geweest. En lalala. En die ging schandalig om met het kind. Voor, ja, dat kind was 4. Dus ik naar jeugdzorg bellen. En gezegd, Houston, we have got a problem. En een jeugdzorg, een hele aardige man hoor. En die zei, ja, maar we hebben geen bewijsmateriaal. Tja. Ja, ik bel toch. Dat is toch een minimale rode vlag, of niet? Of praat ik dan weer uit mijn achternek? En ze moesten bewijsmateriaal hebben. Nou, dus ik in de ronde bellen. En dan vond ik een publicatie van die moeder op Facebook, waarin duidelijk was, ze gebruikte speed of cocaïne of whatever. Nou, daar heb ik dan niks op tegen, maar het is een reden voor jeugdzorg om in te grijpen, of niet? Huh? En ik heb tegen jeugdzorg gezegd, want ik weet precies wat jullie moeten doen. Want die tante van dat kind, die heb ik al bereid gevonden. Die vindt het geen enkel probleem. Dan kan een kindje naar die tante toe. En zijn neefjes en nichtjes, die zijn ongeveer zijn leeftijd. Dan kan hij lekker buiten fietsen. Dan kan hij leuk. Ik zal niet vertellen waar die tante woont. Maar Arnhem-Zuid. Dat dan wel. Een lekker rustige buurt. Een kindervriendelijke buurt. Kindvriendelijk. Ja, denk je dat jeugdzorg daarop ingaat? Nee, joh. Het ging helemaal heuvelafwaarts met die moeder. Daar kon ik niks aan doen. En toen hoorde ik dat jeugdzorg had ingegrepen en dat kind was weggehaald bij zijn moeder. Ik jeugdzorg gebeld. Hallo, ik ben die en die. En wat is uw verbintenis? En moet alles opnieuw vertellen. Ik ken de jongske. Mag ik bij hem op bezoek? Want ik heb een cadeau. Nee, dat mocht niet. Vanwege de wet op de privacy.
Niet te min ben ik dat cadeau wel gaan kopen. Het was een spel. Een schaakspel. En dan mobiel met magneetjes. Heel leuk uitgevoerd. €7, niet meer. Want ik heb jeugdzorg opnieuw gebeld van mag ik een cadeau afgeven? En dat mocht. Okay. Ja, dat is de wereld waarin we leven. Het slaat nergens op. En laten we eerlijk zijn. Toch? Het slaat nergens op. Dat kind had naar zijn tante gemogen, gemoeten, gekund. En mogen, moeten en kunnen is één begrip. En ik heb die vrouw gevraagd, van, dit, het was allemaal toestanden met drugsgebruik. En dat maakt me maar geen drol uit. Maar zij zei, ik wil dat kind wel, ik heb nog een kamer, Die is één grote rommelboel momenteel. Want we zetten er van alles in. Maar als ik weet dat het kind eraan komt, dan is die kamer opgeruimd. Ik zeg, mooi zo. Dus ik jeugdzorger, helemaal blij gebeld. Want ik heb de oplossing in handen. Smeerlappen. Bij jeugdzorg. Nee, niet die mensen aan zich. Daar gaat het niet om. Maar het is smeerlapperij. Dat jongetje in kwestie is een bright boy. Easy person. Maar op deze manier, jezus. Ja, wat verlang je dan van zo'n jongen? Hoe moet hij opgroeien? Tegen zijn moeder in? Met die jongen heb ik ook, toen hij hier bij mij over de vloer kwam. Hij zei, bobber de bobber, de mopper, de mopper, de mopper. Ik vroeg aan hem, ben jij boos op je moeder? Hij zei, ja. Ik zeg tegen hem, wil je daarmee ophouden? En de tweede keer dat ik hem tegenkwam, zat ik in de kroeg, in het schietcafé. Het was hartstikke warm, een leuke atmosfeer, maar er hoort geen kind. En hij werd daarmee naartoe gesleurd door een of andere nieuwe vriend van zijn eigen moeder. En hij komt naast me zitten. En hij zegt tegen mij, ik heb dat en dat meegemaakt. Ik zeg, okay. Ik zeg, dat is niet leuk. Ja, zei hij, dat was niet leuk. Okay. Ben je boos op je moeder? Hij zei, ja. Ik zei tegen hem, dit is de tweede waarschuwing. Ja? Niet boos zijn op je moeder. Stop ermee. En dat is voor iedereen hoor. Echt bijzonder dat mijn vriend Wim Kruidentuin, dat hij meermalen had meegemaakt dat vriendinnen, ja, hij was in de ronde neuker. Hij leek op die zanger van Roxanne. Die band. Hij had een goede hairdo. Alle vijven wilden met hem in bed. En dat hem opviel dat die vrouwen dan aan de telefoon hangen met hun moeders. Het is echt zo. Dus ook tegen jullie vrouwen. Nee, even tegen jullie allebei. Hè? Maar een vrouw die belt haar moeder met een vraag. Is het goed dat we komende woensdag bij jou langskomen om de bloemen te verzorgen?
En heb je dit of dat? Hè? Daarvoor bel je je moeder. Voor de rest niet. Dat geouwe hoer tussen vrouwen en hun moeder. Jezus mijn Christus. Je mag mijn buik opensnijden en mijn darmen op mijn tenen laten hangen. Je mag mijn pik eraf zagen met een botte zaag. En dan frituren voor mijn ogen. En dan voor jezelf lekker geserveerd met een beetje béarnaise saus, zou ik zeggen. Lijkt me lekker. Een béarnaise saus en een ketchup. En dan zou ik een pittige ketchup nemen. En een beetje mosterd erbij. En dan een goede, hete mosterd. Uit Groningen. Als ik lieg. Op die voorwaarden. Als ik lieg, mag je dat doen. Dan kan je mijn pik lekker... mijn pik, leeg gepist. Misschien nog even... dan zaag je mijn pik eraf. En dan zeg je even wachten, want we leggen hem eerst nog even in het zuur. En dan frituren, ja. En ik bloed langzaam dood. Als ik lig. Want ik lig niet. Ik steek daar mijn pik voor in het vuur. Erm af. Ik ben dikketje dap. Ik sta op de trap. Naar beneden te kijken. En jullie moeten ook die trap op. Want anders zijn we hopeloos verloren. Heb je dat goed begrepen? Ik draag jullie niet op door het handelen tot iets of wat. Want dat kijk je, dat zie je lekker zelf maar uit. Weet ik veel wat je moet gaan doen? Maar doe iets wat je niet haat. Blijf bij de tijd. Heb respect voor het feit dat God jou geschapen heeft naar zijn evenbeeld, namelijk een schepper. En wat kan je nou scheppen? Dan weet ik veel, putjes. Dan ga je putjes scheppen. De post rondbrengen. Schep. Wees een kind van God. En daarbij, als ik aan mannen denk, dan zou ik zeggen tegen de mannen van besteed tijd met je vrouw. Tijd. En wees aandachtig tijdens die tijd. Spreek af met je vrouw, vanavond heb ik vrij en de avond is van jou en mij. En dan ben je er voor haar. En dan hoor je als man aan dat geouwe hoer. Ik heb een vriend. Ik heb een vriend en die gaat naar de Bilderbergen dinges. Hoe die daar gekomen is, maar maakt me ook niet uit. En die zei, zijn vrouw werkt in het onderwijs. Dus zei hij tegen mij. Ja, dan kom ik thuis van mijn werk, dan ben ik helemaal kapot. En dan begint zij te ouwe hoeren over dat Adolfje of Arnoldje of whatever. Die heeft een 8 gehaald voor wiskunde. Of zo. Al de gezeik. Nou, zei hij, dat verteer ik gewoon. Want als ik het eten op heb en dan drinken we nog een slok koffie. En dan ga ik er recht overheen. Want ik heb de hele tijd geluisterd naar jouw gezeik. En nu ben ik aan het woord. Ja, het is een mooie wereld. Hey, die vriend is een goede kerel. Dus niks mis mee. Ik heb zijn vrouw, zijn tweede vrouw trouwens. Die heb ik ontmoet en ik durfde haar geen hand te geven. Ik dacht, oh nee, jou geef ik geen hand.
Het zijn Mohammedaanse gewoonten om vrouwen geen hand te geven. Dat doe je niet. Oh, wat een mooie vrouw. Zo. Ik dacht echt van dicht. Oh, ik heb bijna zijn naam genoemd, maar vriend. Ja, hoe heb je het gescoord, man? Oh, wat een mooie brunette, man. Ja, ik vond het tof. Mooie bijeenkomst. Bij hem dan in IJsselstein of zo. Nee, dat was niet IJsselstein. Wat een mooi huis met een visvijver. En hij zit bij de Beeldenberg. Ja, van mij mag het. Maakt mij niet uit. Het is wel leuk dat ik hoorde in 2018. Want hij wordt dus officieel uitgenodigd. En het onderwerp was. Het eerste onderwerp was Franciscus. Ik ben Jezus, zeg. Hey, ik ben christen, hè. Ik zeg de God van zijn tijd. Jezus, zeg. Is dat de naam van de paus? Nou, dat zal wel. De Beeldenberg is van de paus. Iedere joker meer dan 4 jaar dient dat te weten. Het is een mooie bedoeling. Ik dwaal maar een beetje door de feiten heen. En voor jullie, hè, dat je hebt geen vrije wil. Dat is punt 1. Want de wil, er is maar 1 wil en dat is de wil tot het goede. Je moet het goede doen. En dan kan je denken van, ja, maar met die 9-11, 2001, dat was ook best goed hoor. Want dan werden we allemaal in het gareel gebracht. En kwam er Tietje voelen op het vliegveld. En dat is goed. Nou, Tietje voelen op het vliegveld vind ik helemaal niet goed. Ja, maar dat doen vrouwen dan hoor. Ja, dan gaan die vrouwen gaan onder, bij andere vrouwen onder het tietje voelen. En kijken of daar bommen zitten. Ja, ik vind het nergens op slaan. Ja, ga je even met me mee. Ik vind het nergens op slaan. Je gaat met je oma. En dan ga je naar Bodrum. En dan wordt je oma onder de tieten gevoeld of daar bommen zitten. En mannen worden in hun ballen betast. En, zal ik je smeerlap? Ik ga ook niet meer vliegen. Ik ben er totaal klaar mee. Dan maar niet. Ik heb een Renault Clio, dat is een deelauto. En er is laatst nog mee naar het Tsjechoslowakije gereden en weer terug. Ja, die Clio, die doet het hoor. Vroom. Geweldige auto. Ja, het ziet er lullig uit, maar ik zelf ook. Dus ja, dat maakt mij het uit. Dan maar in een Clio. Dan kan ik toch naar Andorra rijden, of niet? Zeker met mijn vriend Wim aan boord. Ja, wij moeten weg van die druk. Wij moeten zo min mogelijk gaan werken. Aan jullie de uitdrukkelijke opdracht. Als jij een mogelijkheid ziet tot uitkering, doen. Als je een mogelijkheid ziet tot uitkering, vraagteken. Het antwoord is doen. En bepaal je positie opnieuw. En wil je graag kijken naar internet, meuk of whatever, dat maakt geen donder uit. Als jij een uitkering hebt, dan word je afgeknepen. Ja, en doe het daarmee. Ja.
Wat wil je drinken vandaag? Nou, water. Ja? 'S Morgens word je wakker en dan denk je, oh, een beetje water. Nou, that's it. Wat linzen? Dan kan je de hele dag mee door. En op zondag een gebakken ei. Dan dender je het leven door. En gebruik dat leven om waar te nemen. Alsjeblieft. Dat is wat God van jou verlangt. God wil dat jij bij de kudde hoort. En er zijn maar een aantal schapen. En als jij het verloren schaap bent, want dat kan. Maar God is naar jou op zoek. God heeft ons in de steek gelaten. Ik ben een kind van God. God heeft met mij niks te maken. Makken, dat is het Jiddisch. Of anders gezegd, ik red mijn eigen reet wel. Maar jij dan? God is naar jou op zoek. Of je bent er net zo een als ik. Dat kan ook. Dan preek ik voor de eigen parochie. Dat kan ook. Maar dat maakt mij uit. Dan geef je de boodschap maar door. Aan die andere ongelovigen. En wat ik zo mooi vind aan Alan Watt is dat hij heel goed formuleert hoe groot the evil, het kwaad, is. Is geen geintje. En mijn kritiek op hem is dat hij het te ver drijft. En niet stilstaat bij het feit dat dit allemaal diende te gebeuren als een onderscheidsmachine tussen het koren en het kaf. Want dat is gaande. Ik kan er niks aan doen. En dan kan je je afvragen wanneer dan het echte, uiteindelijke onderscheid komt. En ik zeg je, ik weet het niet. Je moet denken in generaties. En die generaties die wij nu gecreëerd hebben, ik bijvoorbeeld, ik heb een nieuwe generatie, ik heb een vrouw zwanger gemaakt. En die generatie, dat kind van mij, helemaal gek van de tv. Flikken Maastricht, daar keek ze naar. Game of Thrones. Wat moet ik er tegen doen? Ik heb tegen mijn, want ik hoorde van mijn dochter dat ze dan op vrijdagavond, dan gingen ze vet uit de bol met de tv aan. Met z'n allen dezelfde kant op kijken naar een of andere stomme voorstelling. Met chips erbij en Coca-Cola. En ik zei nog tegen haar, van ja, ik heb even een heel duur ouderschapsovereenschapsdinges getekend, contract. En daarin staat dat jij,
zo vaak bij mij moet zijn en jij zit onder de lijn. Wat dacht je van een correctiebeweging? Namelijk dat jij op vrijdagavond bij mij bent. Maar ik heb geen tv. Nee. Het is mooi hoor, dat hebben ze heel goed gedaan. Om die dames vanaf jonge leeftijd te vertellen dat ze meer voorstellen dan de jongens. Het lijkt me ook een goede tijd voor mannen om te stoppen, om hun penis te stoppen in een vrouw. Niet doen. Tenzij je zeker weet. Overtuig je ervan dat je het juiste doet. En dan nog kan je de fout ingaan. Verwijt jezelf dat niet. En voor de vrouwen precies hetzelfde. De vrouw wil een kind, de man ook, maar de man heeft de mogelijkheid om les te geven, de ecclesias te besturen, de gemeente, en krijgt daarmee kinderen. De man heeft het in die zin makkelijker dan de vrouw. De vrouw wil kinderen, net als de man. Ja, doe dat dan. Ik zit een beetje te frommelen met mijn pakje shake. Er is helaas geen onweersbui hier in Arnhem. Droog, man. En heet. Maar dinsdag komt er regen. Eindelijk. Hebben ze dat met die chemtrails gedaan? Dat zou zomaar kunnen. Chemtrailbesturing van het weersysteem. Kijken of het lukt. Ja, een mooie boel is het. Ik heb er ook helemaal geen problemen mee. Ik zie de boel al in elkaar storten. Ik heb alleen maar te wachten op die Einsturzung. Of is het Ineinsturzung? Nee, Einsturzung. Of Instürzung. Je had zo'n band hier, de Einsturzende Neubauten. Ik zie het al in elkaar storten. Dat is helemaal niet een probleem. Niet voor jou. Echt niet. Er komt een andere wereld. Dat beloof ik je. Dat geloof ik namelijk. Er komt een nieuwe wereld en een nieuwe hemel. Of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er komt iets nieuws aan. Maar daarvoor moeten wij eerst beseffen dat dat wat we nu hebben, dat is stront. De shit is dat. Wij moeten die shit erkennen. En daar hebben wij één generatie voor nodig. By the way. Eén generatie is genoeg. Dan zijn wij helemaal boven Jan. Wij mensheid dan. En hoe je moet zorgen voor je kind, dat is echt zo makkelijk. Je moet je kind alles laten doen.
aan je kind. Je verhoudt je tot je kind als een hotelier tot zijn hotelgast. Ga maar horeca doen. Een horecaopleiding, word je kok of zo. Of kamermeisje. Zo ga je met je kind om. Geef het, dat kind, de volledige vrijheid. Erg belangrijk. En spreek je kind toe onder je stem. Niet schreeuwen tegen je kind. Geen stemverheffing. Onder je stem spreken. En wachten tot het contact komt. Erg belangrijk. Het is mooi om te gaan met een kind. Een onwetende dombo in Lalaland. En je voice down houden. Je stem laag houden. Ja, tenzij je echt een... Sorry dat ik echt zei. Tenzij er een noodsituatie is. Dan mag je schrijven. Weet goed wanneer er een noodsituatie is en wanneer niet. Maak het verschil. Word een kind van God. En dat jij gezondigd hebt, dat zal wel. Dat kan niet anders. Maar dat is niet erg. Je doet het niet opnieuw. Been there, I done that, I got the t-shirt. I am a sinner. Ik ben mij, als je zegt dat jij een zondaar bent, dan zeg je dat je je bewust bent van het feit dat je een mind hebt. Een lichamelijke attractie of zo. Ja, nou en? Hou je pik in je onderbroek. Voor de rest gaat alles goed. Ik meen het hoor. Geen geintje. Blijf met je tengels van andere mensen af. Ook al zijn het vrouwen of kinderen. Gewoon niet aanraken. Wat dacht je daarvan? Want aanraking is een heel ander ding. Het fysieke contact. En dat kan je doen in het kader van sekseducatieles. Maar het is het niet. Ik zat gisteravond op het terras en een vrouw die kwam terug naar haar stoel en ze raakte mij aan. Want ze wilde zeggen, ik kom eraan. En ze raakte mij heel zacht aan. Echt zo, echt super zacht. Daar ben ik. Ik zei tegen haar, je had me niet hoeven aanraken. Ik was zonder meer opzij gegaan. Maar zij raakte mij aan. Dat is echt een heel mooie... Ja. Waar moet ik het mee vergelijken? Met een
Zo heel zacht, zoals een havik door de lucht zweeft. Zoiets. Heel zacht. Mag ik er langs? Dat hoeft ze mij niet te vragen. Maar dat is de aanraking. Die vrouwen moet je bengen. Ik bedoel zwanger maken. Waar je de poen vandaan haalt, jij als man, ja, dat zoek je maar. Desnoods ga je... Nee, dat kan niet. Koper stelen, wil ik zeggen, maar dat kan niet. Want koperdieven worden gesnapt. Maar zo'n man moet je hebben. En daar moet je heel liefdevol mee omgaan. En genoegen nemen met het loon... wat die man opbrengt en niet zelf gaan werken. Dat is geen optie. Haar huis, even tegen de vrouwen, maar jouw huis, dat is van jou. En wordt betaald door je man. Dat is het geheim. De man gaat naar buiten, de vrouw blijft binnen. En als de man thuis komt, is er binnen iets gebeurd. Schoongemaakt, ramen gelapt, planten verzorgd. Er is altijd wel wat te doen. En die man zorgt voor de omstandigheden. De omstand. Ja, en weet jij als vrouw zo een man te vinden die voor omstandigheden kan zorgen? Ja, you are the bitch. De prijshebber. Dat is mooi. En anders verval jij als vrouw tot een uitkeringstrekker. Dat is ook een mooi bestaan. Daar heb ik verder niks op tegen. Maar al die uitkeringen, die leiden ertoe dat de BTW omhoog gaat. Ja. Een hopeloos systeem. Jullie mannen moeten op zoek naar vrouwen zonder make-up. Punt 1. Je gaat alleen om met een vrouw die als het ware een burka aan heeft. Zedig gekleed. Alleen zedige vrouwen, daar ga je mee om. Zedig geklede vrouwen. En jullie vrouwen gaan op zoek naar mannen die wat kunnen. Elektricien, bouwvakker, lichtmonteur, verkeersbordenwasser, maakt niet uit. Een man die wat kan. En wees goed voor die man. Hij brengt de poen naar binnen. Want van een beetje een verkeersbordenwasser brengt 1800 euro in een maand binnen. Of een dakdekker. Nou, 1800 euro in de maand, daar kan je een gezin van draaien. Maar doe dat dan. Heb je 3 kinderen? Ja. Haal eten.
loop de deur uit en zeg tegen de oudste, mama gaat boodschappen doen en al die kinderen willen mee. En jij zegt, nee, daar heeft mama geen tijd voor. Jullie blijven thuis en Karel is de baas. Ja, mol houden. Het bek houden, op zijn Nederlands, of Amsterdam. Ik ga courgettes kopen. Ja, doe dat. Doe het echt. Eten we vanavond courgettes en gebakken aardappelen. Met een scheutje olijfolie. En iets van knoflook. Zo. Allemaal miam, miam. Zal ik afsluiten met een recept? Ja, dat is echt een leuk hoor. Tomatensoep. Dat is er ook zo een. Wat kost tomatensoep? Ja. Ja, als ik dat in de supermarkt koop, dan is dat zoveel per kilo. Ja, ik bedoel, wat kost tomatensoep? Daarvoor heb je nodig best veel water. Tomaten natuurlijk. En je begint met een scheute arachideolie, als je geld hebt. Anders slaolie. En dan doe je uien in. En een geweldige is. Dat is echt cool, man. Een blikje of twee blikjes. Anchovies. Die kosten hier om de hoek €1,13. Dat is niet duur. Heb je lekker al dat zout hebben zitten erin? En dan bak je die anchovies helemaal kapot. En dan met die roeren, met die uien. En dan die tomaten erin. In stukjes gesneden. Ah, lekker. Wat ik dan ook lekker vind, is om een omelet te maken. En dan kluts je een ei of meerdere eieren. Moet je even kijken hoeveel. 1 ei per persoon. 5 personen te eten, 5 eieren. Moet je een grote brede pan hebben. En dan kluts je eerst die eieren. Dan een scheutje room erin. Lekker hoor. En die lekker heet braden. En dan omdraaien. Aan de andere kant. En dan die omelet uit die pan schuiven op de snijplank. En in reepjes, dunne reepjes. En die leg je over de tomaten op. Dat is geweldig. Oh ja, en taugé erbij. Moet je, voordat je met die eieren begint, moet je de taugé even in de tomaten op doen. Taugé, daar zit vitamine E erin. Goed voor de gasten. Mm-hmm. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik vind het echt toffie, toffie, toffie. En ik zit bijna op het uur, dus het is ook tijd om af te sluiten. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.